Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metstenbedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neco Ship Supply. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag zonder eredivisie voetbal van het afgelopen weekende zijn we er wel gewoon met een mooie tafel. Tim Hartog, Dennis van Eersel en Geert ten Oude. Tim, stand-up comedian, cabaretier, intens Feyenoord supporter. Is daarmee jouw visitekaartje compleet? Nou ja, dat raakt behoorlijk aan, ja. Vergeet ik nog wat? Ja, podcast maken bij Kein Geloel. Dat is een podcast over Feyenoord. Ja, ja, ja. Dus daar zit ik ook nog in. Ook maar nog. Het is behoorlijk... compleet plaatje. We gaan het over Feyenoord hebben, maar we gaan ook jou een beetje verder beter leren kennen als fanatieke Feyenoord supporter. Jij als stand-up comedian, wat is jouw signatuur? Waar sta jij onbekend? Waar ik onbekend sta? Ik denk, wat er wordt gezegd is, kleine dingetjes in het leven groot maken. En daaraan irriteren en ergeren. Vind jij het lekker om te irriteren? Nou nee, het overkomt me vooral. Ja? Ja. Het overkomt je ook veel dat je moet improviseren. Dat hoort bij jouw vak. Ja, of je deze vraag nou gaat bevestigen of niet. Ben jij een van de beste van Nederland daarin? Dat ga ik natuurlijk niet bevestigen. Maar dat is wel wat ik hoor. Oh. Klopt het? Nee, dat ga ik niet bevestigen. Oh, ik ga nu al politiek correct antwoord geven. Hadden we wel een politicus uitgenodigd. Ja, ja. Hoe is jouw verbondenheid met Feyenoord? Ik heb sinds 98-99 een seizoenkaart. Non-stop? Ja. Het is met de paplepel ingegoten. Door wie of wat? Door mijn ouders, mijn oma, dus zodoende. En eigenlijk ja, vanaf mijn 11e in de Kuip. Dus dan, dan ben je verkocht. En een goed instapmoment, want 98-99 was meteen een kampioenschap. Dus. Maar daar schuilt ook een gevaar in, dat je dat normaal gaat vinden als kind. Nou, die seizoenen daarna kwam je er al vrij snel achter dat het niet heel normaal was. Dus dat was ook weer snel afgeleerd. Het heeft daarna 18 jaar geduurd. Ja. Dus wel weer genoeg voeding om grappen over te maken dan. Precies. Ja, precies. Nou, dan gaan we zo meteen wat laten zien. Je komt uit Pernis ook, hè? Nou, ik kom uit Rotterdam uit. Nee, ik kom uit Sjaarloos. Ik wou zeggen, ik ga niet met iemand uit Pernis. Maar ik woon in Pernis. Nee joh, ik mag maar. Oh. Nou ja, jij zegt wel eens in je voorstelling, mensen die uit Hilversberg komen, die komen daar liever niet voor uit. Nee, hoe komt dat? Ik weet niet waarom dat kwam, maar die man die ademde in alles Hilligersberg. Daar heb je nu een fragment van klaarstaan. Nee, voor de mensen, nu denken mensen, hij heeft iets tegen Hilligersberg of zo. Nee, ik was... Er wonen toch ook gewoon hele normale mensen in Hilligersberg? Ja. Woon je daar? Nee. Bij iedere plek denk ik, dat is mijn zelfspot, hè, altijd geweest. Nee. Grappen maken over Feyenoord, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Dat doet Tim Hartog ook. Want ja, Feyenoord supporter, dat ben je eigenlijk je hele leven. Iemand die zei, ik was eerst voor ADO, maar daar ging het niet goed, dus nu ben ik voor Feyenoord. Dan dacht ik, nee. Zo werkt het niet. Het is wat dat betreft een relatie. Je kan ook niet tegen je vrouw zeggen, oh, je bent zwanger. Dan ga ik even 9 maanden weg en dan kom ik terug wanneer je wel normaal kan doen. Weet je? Dat is niet hoe het werkt. Kijk, die relatie voor mij, die relatie die ik met Feyenoord heb, dat is nu 25 jaar dan. Dat is al 23 jaar gewoon kommer en kwel. Weet je, dat is gewoon een vastgeroeste relatie. En met heel weinig hoogtepunten. Dat je thuis komt en dat ze soms ineens een sexy lingerie op bed ligt. Dat je denkt, oh, het kan dus wel. Het kan dus wel. Maar de meeste tijd zit ze gewoon op de bank uit te dijen. In een vliestrui. Terwijl ze paprika chips van de Aldi zit weg te hakken. En je kijkt ernaar en denkt, hoe heb ik hier ooit van kunnen houden? Maar die laatste 2 jaar van die 25, ze heeft ineens een maagverkleining gehad. Lekkere highlights in de haar gedaan. De ogen laten laseren, die vliestrui uitgetrokken. En ze zegt ineens, joh, zal ik er eens 5 vriendinnen bijbrengen? Weet je, dat is... Ja. Dat is hoe het nu is, weet je wel. En nu komt die successupporter en die zegt, mag ik anders ook meedoen? Nee! Had je er bij mij moeten zijn toen ze ook in de ochtend in de bed lag te ruften. Dat ook. Is Feyenoord een dankbaar onderwerp om grap over te maken? Ja, het was het. Want het gaat er goed nu, hè? Ja? Ja. Ah, nou ja, dit is wel ongeveer wat het voor mij in ieder geval samenvat, is dat... Dit was vorig jaar tijdens het kampioenschap natuurlijk. Dat er dan ineens allerlei, vanuit allerlei krochten komen er dan mensen opgedoken die zeggen... Ja, nee, ik ben ook... Ook voor Feyenoord. Ook voor Feyenoord. Maar dat waren ze daarvoor waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, nee. Maar het is wel een dankbaar onderwerp wat dat betreft. Kan je trouwens naar jezelf kijken?
Ik kan heel goed... het moet zelfs, want ik zit dit dus zelf thuis te editen. Oh. Dus ik zie mezelf heel vaak voorbij komen. Kijk jij zelf graag naar jezelf, Geert? Als ik het over dit programma heb, dan kijk ik dat niet zo vaak terug. Nee, ik hoor meestal. Ik sta wel geregeld voor de spiegel. Ja, dat zie je toch ook wel. Ja. Doet dat geen lang grap maken nu, hè? Doet dat lang eigenlijk, dat haar zo? Of zet je dat gewoon op? Nee, dat is gewoon. Daar zit echt wel gedacht achter. Ah, oké. Okay. Van welke comedian ben je eigenlijk fan? In Nederland vind ik Theo Maas. Theo Maas wel leuk. En ik vind die Engelsman, een beetje die gezette Engelsman. Ricky Gervais. Ricky Gervais, ja. Ja, dat is wel fenomenaal. Die vind ik geweldig. Ja. En wat is de grootste grappenmaker waar je ooit mee gevoetbald hebt? Ja, verschillende. René van Dieren was bijvoorbeeld hele kleine, hele flauwe kleine grapjes, maar wel leuk. René van Dieren had altijd lang haar en had een kop met haar en dan had hij een borstel en dan stond natuurlijk altijd zijn haar die eruit te kammen. Dat was net een vrouw wat dat betreft. En dan als je dan vervolgens wegging en je liep in de stad en je zat je zak hebben, dan op een gegeven moment had je de hele borstel van René van Dieren in je broekzak zitten. Oh, die had hij er even in gedaan? Dat soort hele kleine dingen. Voetbalhumor. Ja. 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 Wat trouwens niet veel mensen weten die in eigen regelmaat naar ons programma kijken, is dat Dennis eigenlijk de stand-up comedian bij ons op de redactie is. Ja, nee, dan gaan we het nou niet zitten bagatelliseren. Doe ze een stukje. Doe ze even leuk. Mijn materiaal was meestal minder geschikt voor uitzending. Ja, ik ben een groot liefhebber van Ronnie Roasts. Weet je. Ja. Als ik ooit wegga bij Rijnmond, dat inmiddels op de. Nou, dan gaan we maar publiekelijk bekendmaken. Dat is echt een gekoesterde wens van mij. Ja? Als ik hier een keer stop. Dus ik moet alvast beginnen met schrijven en jou kapot maken. Precies. Dat is waar je op kikt. Zou je nog een tekstschrijver zoeken? Zou je toch Dennis kunnen gebruiken, hoor? Want ik moet er altijd erg om lachen. Dit is de actualiteit over het voetbal. Yes. Want we zitten in de Nederlands elftalperiode. Quirinci Hartman, we gaan ineens serieus worden. Hartman heeft de eerste oefeninterland niet gehaald en gaat morgen de tweede ook niet halen. Is afgehaakt. Is er een beeld over wat er met hem aan de hand is? Nou, wat ik begrijp is dat het allemaal wel relatief meevalt. Hè. Hij had lichte klachten na de wedstrijd tegen Heerenveen. Is hij naar het Nederlands elftal gegaan met de gedachte dat hij deze wedstrijd tegen Duitsland wel had kunnen spelen. Nou, nu bleek uit testen dat dat toch ook niet zo verstandig was. Is hij teruggegaan naar Feyenoord, waar heel Feyenoord toch vrij was trouwens. Hè. Die gaan pas morgen, dinsdag dus, gaan ze weer toewerken richting Utrecht. Het valt allemaal wel mee. Mogelijk zelfs tegen Utrecht gewoon erbij. Oké, nou dat ziet er goed uit. Hoe kijk je als supporter naar Hartman? Ik vind het ontzettend lieve gast. In alles. Dat is het ook. Misschien dat het nog voorbij komt, maar we hebben wat interviews afgelopen week voorbij zien komen van dergelijke internationals. En dan denk ik, die Hartman, alles wat hij zegt klopt. Het is echt een gozer om verliefd op te zijn en te worden. En buiten dat ik gewoon een hele goede voetballer vind. Maar ik heb altijd met die interlandperiode een beetje, als ze maar allemaal veilig terugkomen. En gewoon voor Feyenoord kunnen spelen. Zeker dus dat als het interlands betreft. Ja. Is Hartman eigenlijk wel misschien de enige die min of meer gegarandeerd is van een basisplek in het Nederlands elftal als dadelijk het EK begint? Nou, als je kijkt naar hoe Koeman de spelers van Feyenoord heeft gebruikt, dan Wiever, denk ik, vaker verzekerd geweest van een basisplek. En ik weet het, steeds afweziger geweest. Hè. Door de afwezigheid van de Jong natuurlijk. Het hangt er ook vanaf of hij met 5 man of met 4 man achterop speelt. Hè. Gaat hij met 5 spelen, met Hartman, met de diepgang die hij heeft. Ja. Denk ik het wel. Als dat niet het geval is, heeft Koeman ook wel eens al op anderen teruggegrepen. Ja, okay, blind ook toch regelmatig onder Koeman nog. Dus dan weet ik het niet zo zeker. Het zou best eens van wedstrijd tot wedstrijd kunnen verschillen. Of Hartman in de basis staat of niet. Ja, Geertruida is dan weer afhankelijk of De Vrij wel of niet beschikbaar is. Hoe goed de licht wel of niet echt, is. Geertruida heeft natuurlijk echt wel veel concurrentie op die positie. Nu dan heel veel afwezigen. Maar anders had De Vrij denk ik gespeeld zelfs. Nou, dat is zelfs toegegeven. Tegen Schotland, Dus, en aan die rechterflank met Dumfries en Frimpong denk ik niet dat Koeman voor Geertruida kiest. Nou, en wie vergeert? Was het nou gewoon even een mindere avond van hem tegen Schotland? Of is het niveau dan daarvoor toch nog net even te hoog voor hem? Nou ja, wat Wiever vooral kenmerkt dit seizoen is een beetje zijn wisselvalligheid. En dat zie je dus ook terug in het Nederlands elftal. We hebben dit seizoen wedstrijden gezien bij Feyenoord. Wat die fantastisch was, Atletico Madrid uit. Dat is een grote wedstrijd. Ja. Waarin hij echt liet zien dat hij heel goed kan voetballen. Sterker nog, daardoor heeft Atletico Madrid zich misschien nog wel afgelopen winter gemeld voor hem. En dan zie je ook weer momenten. Dat staat de mensen het meest in het geheugen als ze gekeken hebben vrijdag. Ja, de afgelopen wedstrijd tegen Schotland, waar hij niet zo goed speelde, waar hij zichzelf ook onnodig in de problemen bracht. En dat is ook Wiever
En ja, daar zal hij nog in moeten groeien. En dat, ik denk dan niet dat Koeman vast voor hem zal kiezen op dit moment als een speler op middenveld bij Nederlands elftal. Hoe geliefd is Wiever eigenlijk binnen de supporters? Heb je daar een beeld bij? Nee, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik vind altijd wel, ook met het commentaar wat hij krijgt, vind ik altijd wel frappant. Weet je, dat, misschien is het mijn Calimero-gedrag, maar ik denk dan dat zo'n de kritiek die hij krijgt, dat ik denk, ja, weet je, volgens mij was er ook een Frimpong die ballen niet altijd lekker inspeelde. Weet je, er zijn zoveel factoren spelen mee dan op zo'n waardoor moment. Hij misschien wat minder gelukkig uit de verf komt. Ja. En ik denk dat er genoeg spelers waren die al vaker laten zien niet heel erg... Maar goed. We zijn toch op meerdere spelers kritisch. Ik zeg niet, maar in het algemeen vind ik niet dat Wiever of andere spelers waar we het dan vaak over hebben als slecht worden beschouwd. Want ik heb Wiever ook zien spelen toen ik bij Excelsior op de tribune zat. Ja. En ik was een van de eerste die zei van die gaat het ver brengen. In ieder geval in de Eredivisie misschien nog wel verder. Ja. En dat gaat ten alle tijden gepaard met piek en dalen. Hè. Je moet eerst door de dal komen om op de berg te komen. Ja. En dat geldt voor hem ook. Ja. En ja, het is meer vanuit het supporterschap dat ik merk van je moet een beetje beschermen. Dat merk ik wel vaak onder Feyenoord supporters. Is dat onze eigen spelers altijd een soort... Nee, ja, maar die gaan het niet redden of dat gaat niet lukken. Of nee, die is altijd beter. Dus het kan heel vriezen, het kan dooien, zeg maar. Heel snel al. Maar Wiever is wel ook wel eentje die heel erg populair is. Maar we zijn gewoon in Nederland te snel... te positief of we willen te snel met spelers die komen. Ja. En die op een gegeven moment een sprong in hun ontwikkeling maken. Zoals kinderen in hun groeifase een sprong maken. En dan is het graag, oh, Nederlands elftal. En dan ligt die lat toch gelijk zo hoog. Die fase, dit is bij Wiever toch wel is voorbij. Dat weet ik wel, ja. Maar in het algemeen zie je wel... dat we soms te snel te positief zijn. En daarnaast... Ik vind dit bij Feyenoord dus heel erg meevallen. Dat er zo snel spelers worden opgehemeld. Ik heb bij Feyenoord juist eerder, wat Tim een beetje zegt ook... dat we rondom Feyenoord is de eerder vaak de neiging om spelers weer omlaag te halen... met nou eerst nog maar eens zien hoe lang ze het volhouden... dat juist helemaal niet zo snel is ja, dat ze maar opgehemeld ik, worden. Ik probeerde hier de stem van het volk in het algemeen over talenten te laten... en niet per se over Feyenoord. We hadden het over Nederland zelf al. De stem van het volk. Geert de Rouder, de stem van het volk. Zou je trouwens je sjaal een kwart nog willen draaien? Want het zit een beetje tegen je microfoon. Het is heel koud hier, hè? Ja. Vinden jullie het koud hier? Hè? Het is verschrikkelijk, Tim. Ik zou je absoluut een keer wat grappen kunnen maken hier over degene die hier de basis... Ik weet niet van welk volk jij de stem bent, maar volgens mij van de Eskimo's zo. Ja. Die Wijnaldum trouwens, oud Feyenoord, die speelde wel in de basis ook van het Nederlands elftal vrijdag. Hij heeft in een interview deze week gezegd dat hij eigenlijk afgelopen zomer... wel liever naar Feyenoord was gekomen. Had je dat graag zien gebeuren? Ja, maar dan had hij dat moeten doen. Ja, maar dan had hij in plaats van 10 miljoen 1 miljoen per jaar verdiend. Ja, oké. Dus we willen allemaal heel graag naar Feyenoord. Maar als Feyenoord geen 10 miljoen betaalt, ga ik toch ergens anders heen. Of 5. Ja, dat is een beetje een makkelijke prietpraat. Weet je, leuk hoor, om iedereen tevreden te stellen als Feyenoord. Nee, hij wil terug. Hij heeft nog steeds een Feyenoord hart. Maar uiteindelijk kies hij gewoon voor het geld. En wat helemaal oké is, hè, dat is... Zou ik misschien ook doen. Had je het graag gezien? Wijnaldum terug in de Kuip? Weet ik niet. Het is toch, er zit altijd iets aan van dat PSV-moment. Dat speelt toch altijd nog een beetje mee, denk ik. Vind je hem inmiddels meer PSV'er dan Feyenoord? Nou ja, weet ik niet. Ik kan dat niet voor hem zeggen. Ik weet niet hoe hij daar zelf in staat. Maar ik vind inderdaad wel, als je zegt dat je graag naar Feyenoord wil gaan, dan zijn er wel mogelijkheden. Ik heb het idee dat je niet voor consumptiebonnen bij Feyenoord speelt. Nee. Maar inderdaad zegt al gewoon van joh, ik wil moeilijk veel geld verdienen. Laat mij daarheen gaan en ik ben daar helemaal oké mee. Zou het nog kunnen? Of moest het van de zomer gebeuren en ja, dat nu dat niet is gebeurd? Ja, dat denk ik qua leeftijd. En als je kijkt de laatste jaren hoe vaak hij ook niet gespeeld heeft. Hè? Dat is toch ook wel een graadmeter voor oké, hoe lang gaat iemand mee op dat niveau? Ik denk dat hij straks, dat je dat misschien ook niet meer moet willen. Omdat hij dan gewoon simpelweg niet meer goed genoeg is. Ik vind het al heel verrassend dat hij nu opeens weer bij het Nederlands elftal natuurlijk zat. Hè? En laten we ook niet het beeld vertekenen dat hij nu dat doelpunt maakte. Ik vond het nou niet om over naar huis te schrijven, het niveau dat hij had. Was hij niet de enige in, maar nee. Dat overtuigde me niet. En in het spelletje van Slot wil je ook gewoon een 10 hebben die hoog druk zet en blijft gaan. En ik ga er even voor het gemak vanuit dat Slot nog blijft deze zomer, hoop ik. Ja, ik weet niet of hij daar een rol in kan spelen ook. Je hebt ook verstand van de tactiek.
Nou ja, nee, dat ga ik niet zeggen hier aan tafel. Maar nee, maar zo klopt het eigenlijk wel. Hallo, als je stand-up comedian bent, dan is het brengen van je grappen... Het moet heel tactisch gebeuren. Juist het moment kiezen. Timing. Geert is mijn woordvoerder bij deze. Ja. Van het hele land, hè? Ja, maar ook van jou. Ik ben de stem van het volk. Ja, zo is het. Beetje zin in het EK eigenlijk? Ja, ik ben een beetje... In dat opzicht ben ik een typische Feyenoord supporter. Ik heb niet zo heel veel met Oranje. Dus ik ben niet... Dat hoor je vaker binnen Feyenoord. Ja. Nou, toen sprak ik een collega die is voor PSV, die heeft het ook niet zo met Oranje. En dat heeft een beetje, denk ik, te maken met, joh, je ene moment wil je heel graag dat ze winnen en ben je vooral tegen de tegenpartij. En het volgende moment zit je diezelfde gasten aan te moedigen. Ik heb gewoon niet zoveel met dit elftal. Ajax heeft op dit moment ook niks met Oranje. Nee, dat scheelt. Dat scheelt een hele hoop. Maar ik heb gewoon niet zoveel. Kijk, dan dat interview ook met Wijnaldum en die interviews met Depay. Ik heb gewoon niet zoveel met die gasten. Als je zo'n Hartman hebt, dat is dan, daar heb ik dan meer mee. Ja. Hey, Tim, als ik zeg 14 mei 2017, bijna 14:30. Ja. Dan zeg jij? Ja. Eerst een moment stilte. Want het was inhouden van de adem. Inhouden van de adem en dan losbarsten. Door? Ja, door Kuit. Ja. Dat was de 1-0. En een fantastische inworp van Nieuwkoop. Ja, inderdaad. Ja. En dat allemaal binnen de eerste minuut. Ja. Dirk Kuit. Voor eeuwig een Feyenoord held, denk ik, voor velen. Hij was beoogd ooit de trainer van Feyenoord te worden. Dat gebeurde niet. Hij nam een stapje terug, werd trainer van ADO Den Haag. Dat lukte ook niet helemaal. En nu doet hij een poging om het Belgische Beerschot terug te brengen naar het hoogste niveau. Beerschot is wel een historische club. Met een heel, denk ik, rijk verleden, maar ook veel meegemaakt. Faillissement, vanuit het faillissement weer opnieuw begonnen. Weer helemaal terug naar de hoogste competitie gepromoveerd. Daarna weer teruggevallen. Ja, en nu zie je, als je hier vandaag aanwezig bent, hoe graag de club, een volksclub, terug wil naar de hoogste divisie. En wat dat betreft misschien wel een beetje ook te vergelijken met Feyenoord qua supporters. En die drive die erin zit, dat is wel mooi. Dit is een club die het revanchegevoel heeft om weer naar het hoogste niveau te gaan. De technisch directeur heeft een spelersgroep samengesteld van heel veel spelers die of pech hebben gehad met blessures of bij clubs hebben gespeeld eigenlijk op een hoger niveau, maar er niet hun droom waar kunnen maken. En heel veel spelers de kans gegeven om zichzelf te laten zien, om één niveautje lager, om weer samen naar het hoogste niveau te gaan. Zo voel ik dat zelf ook. Ik wil mezelf ontwikkelen als coach, ik wil mezelf bewijzen als coach en ik wil ook graag presteren. Dus ja, ik ben heel blij om hier te zijn en de kans te hebben om samen aan een mooi succes te werken. Beerschot is altijd een speciale wedstrijd. We hebben enorm veel sfeer altijd bij. Wij zijn gekend ook voor heel veel supporters. Maar vandaag eigenlijk is het een stadsderby, geen echte derby. Want de echte derby is tegen ons grote vijand Antwerp. Fuck die Antwerp! Sorry man. Maar Liersen is toch ook iets speciaals. En we verwachten vandaag heel veel volk. En we moeten winnen, want we moeten terug aan die leiding. We willen absoluut overgaan naar de eerste afdeling, ereafdeling in Nederland. Dus dat is de bedoeling. We houden enorm van Dirk Kuyt, natuurlijk. Waarom? Ja, ik wil maar zeggen, een man met zo'n ervaring. Die is eigenlijk op wereldniveau is enorm bekend. En je ziet dat ook aan de spelers. Die kijken vooral naar zijn verhalen en vooral zijn tactiek. Dus ook wij stonden volledig achter. Dus totaal geen probleem met Dirk Kuyt. Aangetrokken. Zo, dat is prima.
terugleggen van Akker. En dan komt die bal bij Okensi. Okensi schuift hem binnen. En de vlag blijft naar beneden. En dan is het 0-1. Lierse. Eric Okensi met het doelpunt. Ik twijfel niet, absoluut niet aan mezelf. Alleen ja, de weg die ik gekozen heb en de obstakels die je daarin vindt, zoals ADO. Het is natuurlijk nooit prettig om ja, op een negatieve manier door minder goede resultaten, door minder goed te presteren, je eerste klus als trainer te beëindigen. Maar iedereen weet ja, wat voor persoon ik ben en opgeven komt bij mij niet voor. En ik leer ook van mijn fouten, ik leer ook ja, van de ervaring. Ja, en dat neem ik nu weer mee hier naartoe en ja, hopelijk ja, gaat deze uitdaging succesvol zijn. In eerste instantie op de korte termijn en wie weet ook voor de langere termijn. Timo Verlinde, altijd maar proberen. Overstapje, voorzet met links en de kopbal. En binnen! Die bal cabrioleert binnen. Gezichtsbedrog en ook gejuich met vertraging hier op de tribunes. Dat het ook niet goed begrepen. Die bal leek over het doel te waaien, maar hij valt binnen. En dan mogen ze toch gaan juichen en het is het Wright Phillips die hier naar binnen komt. Deze club is wel ja, niet rustig. Maar ik werk met fantastische mensen. Ik heb een goede technisch directeur boven me. Een goede directeur die helaas aan het einde van het seizoen weggaat. Een mooie spelersgroep, aanvallend voetbal, mooie assistenten. Dus ja, weet je, het voelt gewoon aan alles goed. We zijn inmiddels bij de laatste 20 minuten weggever van Tinkens. En dan gaat iemand binnen. Dan is het 2-1 en dan is het Thibaut Verlinde, toch de man van de wedstrijd. Die Beerschot hier op 2-1 hijst. Een weggever bij Lierse. Jens Tinkens. Ai, ai, ai. En dan zal het dat wel geweest zijn. Van Damme maakt er een einde aan. Peerschot pakt een hele belangrijke driepunter. De eerste overwinning in 4 wedstrijden. Kijk hoeveel deugd het doet. Iedereen recht. De vreugdeuitbarstingen op het kiel. Gelukkig word ik van winnen. We hebben een paar keer ja, een tikkie gehad door wedstrijden te verliezen. Maar ja, als ik dan zie de mentale weerbaarheid van het team vandaag en ja, de wisselwerking met de supporters en de energie die dat geeft en de vreugde na afloop dat je wint, ja, daar word ik blij van. Weet je, voetbal blijft gewoon voor mij fantastisch. En ja, wat ik als speler heb mogen meemaken, ik wil dat zo dicht mogelijk benaderen als coach. En dit soort momenten, ja, daar doe je het voor. Ja, mooi om Dirk Kuyt gelukkig te zien bij Beerschot. Hij staat ook aan kop in de tweede divisie daar in België. En ja, kan echt wel eens gaan promoveren. Mooie reportage trouwens gemaakt door de collega's Frank Stout en een montage van Arjan Smilde. Is nou een inschatting te maken hoe goed Kuyt is als trainer? Nou ja, nog niet goed. Hè? Kijk naar de resultaten. Hè? Hij staat wel voor het aanvallend voetbal zoals we dat in Nederland kennen. Heeft geleerd in zijn tijd bij Liverpool natuurlijk van Benitez als manager. Heeft Louis van Gaal meegemaakt. Die twee noemt hij ook altijd als zijn voorbeelden. Ook om, als het nou niet lukt om te spelen zoals je wil, omdat je het materiaal niet hebt, om de aanpassingen in te doen. Dat heeft hij gepoogd ook. Hè? Maar ja, bij ADO is het uiteindelijk gewoon, ja, kunnen we ja, lang of kort over praten, is natuurlijk gewoon mislukt. Dus voor zijn carrière is dit ook wel een moedje eigenlijk, dat dit natuurlijk wel een succes wordt. Want anders, ja, dan wordt zijn palmares wel heel erg slecht. En dan gaan clubs, dan komt hij nog lager, dat het al bijna geen betaald voetbal is. Denk jij dat hij uiteindelijk wel voorbestemd is om ooit trainer van Feyenoord te worden? Nou ja, dat was hij ooit. Maar ik denk dat dat inmiddels wel een gepasseerd station is. Of hij moet via een andere weg, net als in zijn spelerscarrière, succesvol genoeg zijn om dat te doen. Hè? Als je het toch al op deze manier wil bekijken, is er een andere voormalig spits van Feyenoord, denk ik, in die pickorde waarbij ik het nu realistischer acht dat hij die stap gaat maken. Dat doe ik op Robin van Persie natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dit verhaal rondom Kuyt, dat geweest is, die discussie. En die zie ik niet zo snel nu in de komende jaren trainer bij Feyenoord worden. Staat Kuyt wel in jouw top 5 van ja, grootste Feyenoorders aller tijden? Oh, wauw. Meteen grootste Feyenoorders aller tijden. Ja.
Ik denk wel. En dan, dan denk ik toch dat jij moet richten op de periode vanaf 98 toen je zindelijk was en seizoenkaart had. Ja, precies. Ja. Ik was inderdaad vanaf mijn 11e zindelijk. Nog niet 's nachts volgens mij. Maar je had, volgens mij maken spelers tussen je 11e en je 16e zo'n beetje de meeste indruk van als supporter dat je je mee identificeert. En ik had, voor mij was dat Korniev, gek genoeg. Okay. Dat vond ik een prachtige speler. Later Van Persie zien debuteren. Dat was ook iets waarvan je wist, nou, dit is een hinde. Maar daar ging al, dat vond ik al mooi. Dat ging al rond. Dan had je die AD-toernooien en je had die A-toernooien, A-jeugd en zo. Het weekend uitgezonden. Ja, en dan kon je de Shell-competitie. Ja, de Shell-competitie. Ja. En toen kon dat nog, zonder dat er vastgeplakt werd. Maar je had, ja, maar je had al een paar van die spelers. En ik denk dat Kuyt wel gewoon voor waar hij voor staat. En dat gecombineerd met het idee van ik kom terug en we worden kampioen. Of dat is mijn ambitie, waar toch een beetje lacherig over werd gedaan, volgens mij. Maar hij flikte het. Dat is wel heel knap. Dus dan kom ik op 3, dan heb je nog 2 te gaan. Oh, je favoriet? Paul Bosveld, ja, maar sowieso heel die generatie was voor mij fantastisch. Paul Bosveld op middenveld met Pauwe van Wonderen vond ik fantastisch in dat elftal. Van Vossen was een mooie speler omdat dat met het publiek een interactie was. Thomasson was ook echt verraderlijk goed, vond ik. Ben je zelf eigenlijk voetballer? Nee. Daar ben ik heel snel achter gekomen dat niks was. Nee. Ik heb wel gevoetbald bij TOGR. Oh ja, in Rotterdam. Nu inmiddels failliet. Dat kwam niet door mij, kan ik je vertellen. Nee. En hoe kom je er dan achter dat je wel goed grappen kan maken? Ik kon goed verhalen vertellen op verjaardagen. Als we bijvoorbeeld aan het begin van de verjaardag heb je altijd een beetje de mensen die je niet zo graag hebt. Leuke mensen komen altijd later op een verjaardag. Is dat zo? Oh, ja, dan ga ik dat zo is. Ja, maar eens opletten. En dan was mijn moeder daar nog aan het komen, weet je wel. En dan hadden we afgesproken, nou, vanaf 1 uur zijn mensen welkom. Ik kom er altijd 1:30. Want die wist, dan kan ik ook eerder weg. En dan moest ik maar gaan vertellen. Entertainen. Ja, en dat lukte wel. Mm-hmm. Dus, en dan maakte hij al grappen. Ja, en heel veel cabaret werd er bij ons thuis afgespeeld. Dus dat zaadje werd wel geplant. Zeg. Mm. Hoe werk jij? Want je gaat januari volgend jaar ga je echt het land in. Daarvoor al een paar maanden try-outen. Ja, dus officieel ga ik vanaf september het land in. Oh, zo, ja. Maar ja, je begint met een leeg vel. Ja. En dan? Dan ga je, ik noteer heel de dag door, noteer ik dingen die ik zie, die ik hoor, die ik opmerk, die nou, ik leuk vind. Stel ik dat je dat zegt, want jij kwam hier binnen, ja, letterlijk met een bloknootje. Ja, klopt. Dat is het bloknootje? Dat is het bloknootje. En daar wordt de hele dag door... Even kijken of ik hem op zak heb. Ja. Zal ik eens kijken? Nee, ik heb hem denk ik afgegeven. Oh. Ja, ik heb hem gelezen, maar er stond zelf onzin op dat ik hem heb weggegooid. Mijn bloknootje, dus als je dit ooit vindt, dan dat is heel weinig geld waard nog. Want er staat het zwarte boekje van Tim. Ja. Met duistere grappen nog. Ja. En dan ga je dat uitwerken en aan de slag. En dan komt er zo langzaam aan. Merk je wel een beetje, omdat de fase in je leven waarin je zit, dat het meeste materiaal over dezelfde dingen gaat. En dat je denkt, oh joh, dat volgens mij gaat het hier over. En dan heb je een voorstelling. Ja. Mooi man. Het is heel simpel, eigenlijk. Dat geloof ik dan weer niet. Nee, hè? Nee. Het is een kwelling misschien ook wel eens. Soms wel, ja. Om het te verfijnen. Maar goed, uiteindelijk kom je dus in januari 2 dagen in het oude Luxor. Ja. Dat is geweldig, lijkt me. Ja. Zeker omdat je de eerste aankondigt en vervolgens een tweede moet aankondigen. Ja. Dus er is ook nog eens vraag. Ja, ja. Dat streelt. Dat streelt zeker. Ik had hem in september heb ik het ook al gedaan. En dat ging, er waren er ook 2. Dus dat zijn hele toffe dingen om mee te maken. Zeker als Rotterdammer. Maar sowieso is oude Luxor bij collega's is wel echt een van mijn favorieten. Je komt toch ook wel eens een Club Haug, neem ik aan. Want dit was ook in Club Haug. Hij is vaste speler van Club Haug. Ja, die zag ik toch net. Ja, want ik kom vaak in Club Haug. En naar gasten kijken die inderdaad of beginnend zijn of willen try-outen. Want ik heb Peter Pannenkoek ook wel eens zien try-outen daar. Het is hartstikke leuk op donderdag of vrijdagavond. Ja, je bent een soort van vaste bespeler daar aan de Boompjeskade. Ja, dus overigens buiten de donderdag, vrijdag is het zaterdag, zondag, woensdag. Dus het is heel de week door kun je daar bijna terecht. En als hij daar bij dat Club Haug is, dan komen er wel eens onverwachte gesprekken. Bijvoorbeeld met Amsterdammers. Wat voor werk heb je gedaan? Mooier. Hou nou even je bek. Politie Amsterdam. Oh, dan heb je... Nou, wat is dit? Wat is dit voor kleinzerigheid ook? Die man komt uit Amsterdam. Nou en? Dat weet je trouwens niet. Kom je uit Amsterdam, Rolf?
Zandvoort, zie je? Ja. En dan zo, oh, laten we hem doodmaken. En ja. Misschien kan hij kaartjes fixen voor de Formule 1. Moet je eigenlijk wel eens je tekst en je grappen aanpassen als je buiten Zuid-Holland treedt? Ja, mijn materiaal gaat niet zo heel veel over per se typisch Rotterdamse dingen. Het is eerder in zo'n situatie ben je gewoon keihard aan het associëren. Dus ik ben in no time ben je aan het nadenken, oké, Zandvoort, dat is Formule 1 en dat kun je trainen. Maar ik heb niet, dat ik denk, ook deze grap kan niet in Zwolle en wel in Amsterdam, maar weer niet in Rotterdam. Daar heb ik niet zo'n last van. Hey, en onlangs hebben we je gezien op televisie ook bij De Slimste Mens. Ja. Gehaald tot de finale. Ja. Wat heeft je dat opgeleverd? Behalve derde plaats. Een deuk in mijn ego. Nee. Dat kan niet dat je zo ver komt in dat programma. Ja, het is balen. Het is altijd balen. Het is altijd balen. Nee, ik was er heel blij mee. Wat het me opgeleverd heeft, is dat je wordt iets meer herkend. Vind je dat leuk? Niet altijd. Nee. Ik vind het leuk als mensen me gewoon aanspreken. Ik vind het altijd wat lastiger als mensen je vaag herkennen. Dus dan kijken ze je aan en dan blijven ze staren. Dan moet je zelf goed gaan vertellen wie je bent. Ik ben het hoor, jongens. Oh, ja. En dat ze inderdaad zeggen, oh ja, ik heb bij jou op de middelbare school gezeten. Maar het is nooit... ik vind het altijd leuk. Maar het is altijd een beetje ongemakkelijk. Ik had van de week toevallig, ik was in een dartwinkel, kwam er een man naar me toe. Sorry, je was in een dartwinkel? Ik was in een dartwinkel. Waarom was je in een dartwinkel? Omdat ik wel eens dart. En ook niet op. Ook dat kan ik competitie. Niet. Competitie? Nee, zeker niet. Oh. Gewoon binnenkort, thuis. Binnenkort zien we Tim als analist bij Viaplay. Ja, precies. Ik ben gewoon allemaal lijntjes aan het uitzetten. Het kwam ik binnen. Vraag stellen nu. Ja, nee, ik ben op moeder nu weg. Ik ben op moeder. We moeten dan door. En die man, ik kom binnen en die man kijkt me aan en die zegt: nee! Nee! Maar ik kwam niets vermoeden binnen, dus ik zat er. Jawel, maar ik wist nog niet zo goed. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Ja, dat begrijp maar het is wel ook heel leuk. Ik word al heel lang verwisseld samen met Oscar Moens. De oud-keeper. Ja, maar dat gaat er zo ver dat ik dus mensen naar me toe komen een keer in een restaurant. En die zeggen, zo, jij was gisteren goed in de arena. En dus ik zat te denken, gisteren in de arena. Ja, je pakte die ballen goed. En ik denk, dus ik ging denken, Ajax, Willem II. Denk, fuck, hij denkt dat ik Oscar Moens ben. Ja. En dat, Oscar heeft dat dus met mij gehad. Ja. Dus we hadden alle twee toen nog iets langer haar. Gebeurde heel vaak, heel frappant. Ja, lekker stand houden toch? Moet je daar nog even aan denken. Jij hebt een tijdje geleden aan deze tafel ook wel bij een andere programma's gezegd van... jij bent gediplomeerd scheidsrechter. Ja. Maar natuurlijk vooral oud-voetballer. En jij hebt je eigenlijk wel sterk gemaakt van... ja, wij als oud-voetballers met dat papiertje als scheidsrechter op zak... zouden toch een prominentere rol moeten krijgen binnen de KNVB. Bijvoorbeeld bij de VAR. Ja. Is die oproep nou eigenlijk nog gehoord? De KNVB heeft zich daar richting mij persoonlijk of richting collega's, wat ik van weet, zoals Danny Koeven bijvoorbeeld, niet over uitgesproken. Die heeft zich daar ook aan geconformeerd? Alleen, ik hoop alleen maar dat de roep die wij doen, en ik probeer dat op een hele positieve manier te doen, hè, en altijd in het kader van, ik probeer altijd de VAR ook te promoten, want ik vind dat het namelijk ons heel veel gebracht heeft, maar dat we nog echt wel die laatste stapjes moeten doen. Mm-hmm. En ik vind dat wij daar zeker, niet alleen ik per se, maar een rol in hebben. En het zou denk ik alleen maar goed zijn als de KNVB met ons daarover gaat praten. En desnoods, hè, want je hoort ook wel eens andere oud-voetballers die analist zijn bij Ziggo of bij ESPN of bij Viaplay, whatever. Ik denk dat we dat met een grote groep dat je dat gewoon moet doen. Omdat ik gewoon heel erg merk, zowel als scheidsrechter in het veld als daarbuiten, is dat als je op voetbaltoon praat met voetballers, dus op voetbalniveau praat, voetbaltaal praat met voetballers meer en met trainers... Dan is de acceptatie zoveel... Ik word over jou wel eens aangesproken. Jij bent nu 47? Ja. Waarom kan jij met je 47 niet meer scheidsrechter betaald voetbal worden? Nou ja, dat is een discussie die we niet gaan winnen, denk ik. Althans, vanuit de KNVB. De KNVB denkt vooral, en de FIFA ook. Hè. Die hebben een leeftijdsgrens internationaal scheidsrechter. Dat is 46. En de KNVB wil jonge scheidsrechters opleiden... die in ieder geval de kans hebben om zo hoog mogelijk te komen. Nou ja... Als je tijd in mij steekt of in Danny, dan kunnen wij in ieder geval niet meer internationaal fluiten. Maar ja, ik denk nog steeds dat wij, mits wij fit zijn, gezond zijn en dergelijke... en voldoen aan de fitheidstesten die gevraagd worden, speelregelkennis en dergelijke... dat we nog steeds een goede rol in de Eredivisie of in het betaald voetbal kunnen hebben. Mm-hmm. En ik vind dat de KNVB daar wel wat meer aandacht aan moet geven. En daarnaast is het ook zo dat jongens die stoppen als ze 3, 34 jaar zijn...
Kijk, ik ben nu 47, maar stel dat die jongens in dat traject gaan en binnen 4-5 jaar daar komen, zijn ze 38, 39. Dat zou een prima leeftijd zijn, toch? Kunnen minimaal 15, 16, 17 jaar nog fluiten, hè? Want Roelof Luijgen was ook 7,58. Maar wat vind je eigenlijk van het niveau van scheidsrechters in Nederland dan? Nou, ik vind het op zich wel oké. Alleen er zijn wel bepaalde processen die wel de mist in gaan. Kijk, Joey Coy heeft, dat vind ik overigens onterecht hoor, die heeft een heel stuk in de krant gekregen. Die is eigenlijk helemaal afgemaakt. Dat vind ik helemaal niet goed. Als de AD mij daarvoor gebeld had ik ook niet aan meegewerkt. Want dat moet je niet doen. Want iedereen mag fouten maken. Ja. Maar ja, we hebben wel een aantal hele goede scheidsrechters. Kijk naar Kuzibuyuk en Makkeli. Die gaan waarschijnlijk alle twee naar het EK toe. Mm-hmm. Nou, dat geeft wel wat aan over het scheidsrechterscore. Goeie laatste vraag van jou. De beste vraag in deze talkshow is door jou gesteld. Dus bedankt daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor de volgende keer. Yes. Leuk dat je er was. Succes met de aanstaande shows. En in de Club Haug natuurlijk. Dennis, tot snel weer. Geert, ook weer tot snel aan deze tafel. Tot zover. FC Rijnmond, we zijn er vrijdag natuurlijk weer. En tussendoor op woensdag ook met onze Sparta-podcast. Graag tot dan. En een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neco Ship Supply.